zijn jullie met veel. Daar word ik een beetje bang van. En het is hier ook een beetje donker. Daar word ik ook een beetje bang van. En ik ken jullie helemaal niet. Daar word ik ook een beetje bang van. Wat ben ik toch een bang mannetje. Als eerste gaat er in de heksenketel een hele grote brandnetel. Als tweede gaat er in de soep twee dikke vette vogelspinnen. Zo, dat wordt lekker. Zal de toverboom leuk vinden, dan kunnen we beginnen. Ik gooi het helemaal daarnaast. Zo, hups. Maar natuurlijk ook nog even kijken waar zit het. Lekkere kakkerlakken. Want die blijven zo lekker aan je tanden plakken. Zo. En van een dikke vette kikker wordt de toverboom wat dikker. Eens even kijken. Dan heb ik een hele bekende spreuk voor soep en die gaat zo. Hocus, pocus, pruttel, ploep. Bah, wat een vieze soep. Niet gelukt, nog een keer. Hocus, pocus, pruttel, ploep. Bah, die soep die smaakt naar oude poep. Heel erg bedankt, oma, voor dat je altijd zo leuke voorstellingen organiseerde. Hier bij In het openluchttheater. Eigenlijk zouden we vandaag natuurlijk in het openluchttheater zitten, maar door het weer zitten we hier binnen. En het is vandaag de laatste keer dat je oma hier of in het openluchttheater heeft gewerkt. Zullen we haar gewoon erbij roepen? Ja, oké. Okay. Oma Ineke, kom eens heel gauw naar voren. Graag een heel groot applaus voor oma Ineke. Zo. Ja. Dan geef ik jou ook nog even de microfoon. Dan kan je ook nog iets zeggen. Heel erg bedankt. Wat een verrassing. Heel erg leuk. Ja, ik stop met het openluchttheater. In ieder geval met de programmering. Hou het nog wel schoon en zo. Maar het gaat in andere handen over. Iemand anders gaat het doen. Dus, maar ik had dit natuurlijk niet verwacht. En het was ook een hele erg leuke voorstelling. Nou, jij heel erg bedankt. Dankjewel. En dank jullie allemaal. En jullie allemaal dat je gekomen bent. Dat we in ieder geval nog een beetje een voorstelling hadden. Nog een beetje in deze coronatijd. Dus dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel.